allemaal op Mortal Monday, toen Doc Ock rustig een wandelingetje ging maken op de grote weg. Plots, was hij omsingeld. Auw! Haha, jij gaat met ons mee, mannetje. Man. De superhelden gaan naar het kasteel om hun vriend Doc Ock te bevrijden. Ja, ik kan er anders ook niks aan doen, dat ik mijn cape kwijt ben. Nou, oké, okay, dus waar moeten we eigenlijk zijn? Daar, Leonardo. Daar. Cookie Monster's vriend Yoda wordt opgevreten. Vertel me waar jullie... De Turtles en de superhelden dringen het kasteel binnen en... En verslaan samen met Cookie Monster de slechte. Oh nee, we zijn verloren. Maar dan. Muil dicht, jij. Bananenklap. Is me echt... En bevrijden ook nog eens een keer Doc Ock. Sound niet zo fijn. Oké, okay, mannen. Dit was dus het geheim van Darth en Vader's kracht. Dit kleine amuletje hier. Het ziet er anders niet echt almachtig uit. Nee, Cookie Monster, maar dit is een magisch beltje. Weet je? En daar dankten ze hun mogelijkheden om te teleporteren onder andere aan. We moeten ervoor zorgen dat ze dit beltje nooit meer in handen krijgen. Kom op. Laten we het in deze grot verstoppen. Kom op, we brengen het nu naar binnen. Oké, mannen. Het is van het allergrootste belang dat Darth en Vader nooit erachter zullen komen waar wij een beltje verstopt hebben. Dus we moeten allemaal zweren dat we ze nooit hierheen zullen brengen, oké? Ja, dat zweer ik wel. Kom op, we gaan terug naar huis. Maar dit is inmiddels een week geleden. En inmiddels zijn de zaken een beetje veranderd. Wat men is de spel om te zien als je van bloedvergieten houdt. Vinden jullie dit een enge man? Nou, kijk eens goed. Ga voor meer naar de bioscoop. De moord op Mossman, nu in de bioscoop. La 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 la, wij zijn de Turtles en wij helpen je als je in moeilijkheden bent. La la la, je slaan de slechte in elkaar. Voor een zacht prijsje, ja, dat doen we maar. Voor jou alleen, la 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 la. Donatello gebruikt zijn blote vuisten. Raphaël gebruikt de size. Ik ben Leonardo en ik had de slechte in de pan met mijn mooie grote zwaard. En Michelangelo heeft een nunchakus en samen zijn we sterk. En verder weet ik niet zoveel meer om te zeggen. Wij zijn de Turtles en samen zijn we sterk. Gegroet, mensheid. Wij zijn de superhelden. Heeft u problemen? Dan kunnen wij dat wel voor u oplossen. Ik zal mezelf voorstellen. Ik ben Zilvervleugel. De man met de zilveren vleugels. Achter mij staan een aantal andere helden die, net als ik, als enige belang hebben om u voor een zacht prijsje uiteraard uit de penarie te helpen. Daarvoor hebben wij onze superkrachten namelijk. Die zijn erg goed om met schurken af te rekenen, zoals Darth en Vader. Maar dat zegt u waarschijnlijk niks, maar ons wel. En verder... En ik ben Superman en ik wil ook wat zeggen. Heeft er iemand mijn cape gevonden al? Superman, hou je koop. Nee, kijk, wij hebben nog wat mensen nodig die ook superkrachten hebben. Dus als jullie
als er iemand is die superkrachten heeft, laat hij zich aanmelden bij het volgende nummer. 06 superkracht. Verder is ons gewone hulptelefoonnummer 06 superhulp. Dus heeft u problemen, denk dan niet van, oh ja, ik regel het zelf wel. Bel dan 06 superhulp en wij komen u te hulp. Superman. Pst, Superman. Is onze 5 minuten al op? Nee, nog niet. Oké, dan zal ik nog wel even doorpraten. Hey, dit wordt saai. De almachtige Spinnenman zegt dat de reclames kort moeten zijn. Kom, doe die camera uit. Joehoe, we zijn weer bij de Zielenpotenbar. Waar het altijd feest is. Joehoe, kijk maar naar de mooie confetti. En we hebben weer iets nieuws tegenwoordig. Het heet Zielenpotenpreklimonade. En het is heerlijk lekker. En mannen, we zijn hier bijeen om het verlies van onze goede vriend Staalman een waardig eind te geven. We zullen hem vandaag in deze doodskist verbranden. Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Kom op mannen, leg hem in de kist. Tot eens, beste vriend, we zullen je missen. Poppetje gezien, kastje dicht. Oké, ik steek het nu aan. Yoda, ik weet niet of je het hoort.